Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Vivas, Ladies, Gents and More. Deze week in de Waard aan tafel, bankmedewerker aan de deur, dan is het de fraudeur. Wijkagent Ashwin Otte vertelt hierover. We gaan brandblussen met het jarige brandweerkorps uit Krimpen aan de Lek. Maar nu eerst naar onze buurgemeente Gouda. Een lange arm. Het greep me later pas, barbaar die ik was. Dacht ik, schroot, oud ijzer van God los. Waardeloze, gevaarlijke, roestende kolos. Ik voel me een onwetende Parijzenaar. Luidkeels mopperend over mijn twijfel. Kijkend naar een torenhoge ijzerwaar. Ik had nog niet gehoord van Escher of Eifel. Ik sta met handen in zakken aan de overkant. Een historisch skelet bepaalt de horizon. Toch ben ik er uiteindelijk aan gewend geraakt. Kijkt knikkend over de IJssel in het land. En je was erbij toen het asfalt nog glom. En in iedere storm, gepiept en gekraakt. Vormen vouwen zich in elkander. Lijnen kruisen lijnen en balken grijpen balken. Nu kus ik je roest en begrijp ik je spalken. En hou ik van je als geen ander. Wie van jullie is er al een keer naar goud asfalt geweest voor een voorstelling? Nou, ik weet wel waar het is, maar ik heb nooit bij een voorstelling geweest. Ik zie jou knikken. Ik wist tot vanavond eigenlijk helemaal niet wat het was, dus ik kom snel een keer langs. Dat is een feit. Nou, aan er is nog werk te doen, geloof ik, hier vanavond. Ja, aan jou de taak van gelijk, hè? Ja, wat is dan goud asfalt? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben vorig jaar geweest bij een voorstelling Gouda op sterk water. Goed zo. Helemaal, ja, dan heb je mij ook gezien. Ja, ik vind het helemaal top. Daar deed ik ook al mee. Maar het is echt leuk om een voorstelling in de buitenlucht mee te maken. Maar goed, dat was in 22. Maar eerst vertel even, nou ja, je hoort het, er is werk te doen. Goud asfalt, ja. Je gang. Ja, wat is goud asfalt? Het was eerst koud asfalt. Er stond een asfaltfabriek, die stond daar vanaf 1910 of zo, geloof ik. Het was eerst een opslagplaats voor de stearine kaarsenfabriek die daar aan de overkant zat. Ja, toen groeide daar langzaam een asfaltfabriek. Het grootste gedeelte van het terrein was Wankerwater. Het was een plaats waar bomen lagen uit te wateren. En dat is langzaam, toen die asfaltfabriek groter werd, is dat gedempt. En het is nu 30.000 vierkante meter ongeveer waar dat ding staat. Ik zal een beetje snel gaan. In 2013, ongeveer 2013, 2014 zijn ze de productie af gaan schalen daar. Op een gegeven moment is het langzaamaan gestopt. Dat had je niet echt in de gaten. Op een gegeven moment zag je, er gebeurt niks meer daar. Er werd heel veel over die fabriek geklaagd. Dat was over de stankoverlast en geluid en zo. Dat was een groot milieuprobleem eigenlijk. En op een gegeven moment hoorden wij dat die te koop was, het terrein, en dat het te koop aangeboden was aan de gemeente. Dat de gemeente nee had gezegd. Oh, oké. Okay. En het was natuurlijk een unieke kans om zo'n terrein aan te kopen voor de gemeente en te voorkomen dat er weer een overlastgevend bedrijf komt.
Nou, toen zijn wij met een heel aantal mensen uit de stad in actie gekomen. De koppen bij elkaar gestoken. En ik dacht, nou, daar moet je toch iets mee met zo'n mooi terrein. Het ligt in de Krimpende Waard eigenlijk. Hè? Dat ligt aan de overkant van de rivier natuurlijk. Ja. Aan de achterkant allemaal weilanden. En aan de voorkant het oudste gedeelte van Gouda eigenlijk. Waar Gouda is ontstaan. De samenvloeiing van de IJssel en de Gouwe. Als je daaraan aan de kant van Gouda langs rijdt, dan zie je een strookje fabriek. En aan de dijk zie je ook een strookje fabriek. Maar als je dat terrein opgaat, dan opent het zich helemaal voor je. Dan zie je hoe breed het is, wat je daar allemaal kan. En eigenlijk was het een soort jongensboek. Hè? Je klimt een beetje zo. Eigenlijk mocht het nog niet. Het is niet alleen een jongensboek hoor. Ik denk een meisjesboek ook. Die jongensachtige zin. Jongens- en meisjesboek. Ja. Ja. Dan loop je daar rond en ik weet, het mag eigenlijk niet zijn, hè, maar ja, we moeten dit redden. En nou ja, ik ga even voor de tijd, want dat duurt ook heel lang, dat hele verhaal. Uiteindelijk hebben we dit boek gemaakt, met z'n allen. Daar staat, dat is het bidboek. Daarin hebben we beschreven wat met het terrein zou kunnen. Daar zijn we de boer mee opgegaan. We hebben eerst allerlei bijeenkomsten in Gouden georganiseerd om mensen erbij te halen voor brainstorm sessies en zo. Wat kan je daar nou allemaal? We hebben een business case gebouwd. Toen zijn we teruggegaan naar het college en we de raad zover gekregen dat de raad voor heeft gestemd, dat de wethouder het terrein mocht aankopen. Maar het moest de gemeente niks kosten. Ja, dus het moest kostenneutraal zijn. Dus de opbrengsten, we moesten zorgen dat er opbrengst kwam. Hè? Nou, dat is ook gelukt. We hebben huur kunnen betalen. We hebben daar ondernemers gekregen die op het terrein van allerlei. We hebben een bierbrouwerijtje, we hebben een sport, we hebben vintage dingen. Het is groter dan dat je denkt. En hè? Nog wat is er. We hebben horeca natuurlijk, we hebben een stadstrand. Hè, want toen we daar stonden dachten we gelijk, hier moet een stadstrand komen. Nou, dat is ook gelukt. Hè, er ligt allemaal zand, er is een strandpaviljoen. Dat gaat overigens, dat is een tijdje gesloten geweest. Dat is nu helemaal verbouwd. Onze vrijwilligers die hebben dat helemaal geïsoleerd. Dat was opgebouwd op containers, niet geïsoleerd. Ja, dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd met de huidige energieprijzen en zo. Dat is helemaal opgeknapt, geïsoleerd, duurzaam allemaal met balken uit de pastorie van de Gouden Kerk en zo. Met hennepblokken is er een ze hebben er echt fantastisch werk van gemaakt. Echt heel duurzaam. Er zijn echt mensen die zitten het helemaal uit te zoeken. Wat is duurzaam? Waar kunnen we dingen vandaan halen? Kozijnen, tweedehands met dubbelglas erin en zo. En ja, we hebben allemaal bouwmensen rondlopen daar die. Ja, meestal hebben ze hun werkzame leven achter zich gelaten, maar er is nog zoveel kennis. He, en je hebt mensen die kunnen het budget maken, die kunnen verzinnen wat voor materialen. Hoeveel mensen ben je uiteindelijk? Want dat is best wel een grote ploeg dan. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Oh ja. En we hebben allemaal kleine clubjes daar ook. Hè. We hebben de bouwploeg dan, dat is echt een club die heeft dat zonnedak ook gebouwd daar. En 460 zonnepanelen en nu dat paviljoen weer helemaal gerenoveerd. Nee, dat is een mannetje of 10, denk ik, zo'n beetje een kernploeg. Daar hangt wat bij en dan komt het af en gaat wat bij. Dan hebben we de mensen die de warmoezerij doen. Hè. Een soort tuin hebben we daar. Ja. We hebben, als we een evenement hebben, alle mensen die parkeren komen begeleiden. We hebben mensen die moeten ook de boekhouding doen en zo. Dat is saaie werk. Hè. Ik zit in het bestuur. Wij moeten dat vergaderen en notulen schrijven en praten met mensen. Nou, dat is niet maar zo erg leuk. Allemaal enthousiast, ja. Want ze willen allemaal iets maken van goud. Zeker. En ik denk dat er zo'n beetje dat het ongeveer 100 man, 150 man is wat heel regelmatig bij het project betrokken is. Allemaal vrijwilligers, niemand wordt ervoor betaald. En het zijn allemaal gedreven mensen. En dat is ook wel eens lastig, want die mensen die zitten erin met emotie. En de een wil wel eens een beetje die kant op en dan moeten we allemaal een beetje dezelfde kant op laten gaan ook. Maar dat lukt vrij aardig, maar er zit soms wel wat werk in. En mag ik vragen, hè? Want kan je ook gewoon door de week, zoals er geen ik ben dan geweest met een voorstelling, kan je dan daar gewoon het terrein gewoon oplopen? Ja. Meestal gaat het hek, we moeten ook een beetje aan de veiligheid denken. Ja. Dus als de laatste man weg is, gaat het hek dicht. Dan kunnen ze in ieder geval niet meer met auto's het terrein op. Meestal gaat het om een uur of 8 's ochtends open. Dan kan je gewoon naar het terrein op. Er zijn al mensen aan het werk. We hebben Depot 24. Die maakt van enorme boomstammen, hele dikke, grote tafels van deze grootte. Zo'n beetje een half van zulk dik massief hout.
Die kon je dan live aan het werk zien daar met zijn zaag en zijn schuurmachines en zo. Er zijn vaak mensen aan het sporten daar bij de gymbox. Nee, dat is een soort concept met containers die daar zijn open. Er hangen allemaal gewichten in, die staan dan allemaal te roeien en echt zweten. Pochten ze daar ook een stuk van de grond daar? Ja, ze moeten daarvoor betalen natuurlijk. Want uiteindelijk doen al die kleine bedrijfjes, zeg maar, die zorgen er ook voor dat het bedrijf... Zorgen voor de business case. Ja. En dan is er de Blauwe Loods, noemen we dat, of wie van Zoethout. Of inmiddels is het de typemachinefabriek. Er zitten mensen die hebben daar... ze verkopen ook tweedehands kleding inmiddels, maar dat was eerst vintage dingen. Maar nu hebben ze zich toegelegd op oude typemachines. Dus er komen mensen uit heel Nederland. Komen soms met een tasje en dan vragen ze, waar is de typemachinefabriek? Daar. Nee, dat zijn mensen die dat... Dat is hun business. Oh, dat is hun business. Commercieel doen. Zeg maar. Het is geen vetpot natuurlijk. Ja. Het zijn idealisten allemaal. En het is natuurlijk een uniek terrein eigenlijk. Al die oude typemachines. En die staan dan op tafel. Daar komen kinderen. Die komen een beetje zo. Hé, wat is dat nou? Die hebben nog nooit zo'n ding gezien. Dat is prachtig. Maar je merkt al, hè? Hij is heel enthousiast. Ik ben niet te stoppen. Maar, echt waar. Nou, duurt het programma ietsje korter natuurlijk. Maar goed, ik wilde eigenlijk weer terugkomen naar het goud asfalt. Kun je iets vertellen van, wat is er daar bijvoorbeeld voor onze kijkers aankomende tijd te zien? Zijn er leuke... Gaan krijgen. Ja, ik heb een speakbriefje meegekregen. Heel goed. Gekregen. Mag je gewoon gebruiken. We krijgen het Goudsgeluk Food Truck Festival. Oh, dat en wanneer is dat? Dat is de eerste die is in mei. 12, 13 en 14 mei. Dan staan daar foodtrucks en er is muziek. Ik hoor hou je van lekker eten? Dat heb ik ook. Ik heb ook 13 mei. En dat is voor jong en oud is dat hartstikke leuk. Er zijn dan allerlei optredens tussendoor. Je kan lekker zitten, je kan luisteren naar muziek, je kan praten met mensen. Dat is echt heel goed bezocht. Dat wordt georganiseerd door iemand die ook de theaterbakkerij bij ons doet. Dat is onze buurman. Ja. Die zit in een oude timmerfabriek. En daar gebeuren ook de gekste dingen. Die heeft ook de Gouden Sterk Water gemaakt waar jij bent geweest. Dat is een hele goede buur van ons. En dat is ook een hele goede combinatie natuurlijk. Die organiseert dat. We krijgen weer Riverdale. We hebben enorm veel gedoe gehad met geluid. Daar zijn we uitgekomen, gelukkig. We zijn met de rechtbank geweest een aantal keer daarvoor. De bestuursrechter, de omwonenden die hadden dan moeilijkheden mee. Dat is nu allemaal geregeld. We hebben een test-event gehad vorig jaar met Riverdale ook. Overal in de omgeving microfoons opgehangen. En een gerenommeerd bedrijf heeft dat live gemeten. En hebben we precies vastgesteld waar podia kunnen, hoeveel decibel ze kunnen produceren, dat soort dingen allemaal. Daar hebben we een heel schema voor gemaakt. Hoe vaak mag dat? En hoe vaak? We hebben verschillende categorieën evenementen. We hebben categorie 1, we hebben categorie 2A, we hebben categorie 2B, we hebben categorie 3. Maar wat ook leuk is, bij de voorstelling die ik heb geweest, de koptelefoons. Hè? Dat had ermee te maken dat we toen geen vergunning hadden om geluid te maken. Maar dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. De koptelefoons. Ja, je had goed geluid. Het was goed. Ja, het was goed geluid. Jeetje, maar enthousiast. Ja. Er is genoeg te doen. Het is heel veel te doen. Je hebt twee fans erbij. Ja, ik heb hier nog een paar dingetjes dan. Want dan de kunststroming, dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. Want het zijn allemaal kunstenaars uit de Krimpende Waard die dan het terrein van ons even overnemen met allemaal bizarre dingen en leuke dingen. Ja, klopt. En kunst en schilderijen en beelden en performance. Weet ik wat en waar kunnen onze kijkers dat vinden? Is er een website waar vinden? www.goudwassel.nl. Ja, tuurlijk. Hoe makkelijk is het? Het allemaal op. Of YouTube van ons YouTube-kanaal van Goudwassel. Daar kan je, ik denk wekenlang, kan je van allerlei films bekijken over wat er bij ons gebeurt. Die kraan had je nog over. Ja, we hebben de lange arm, dat is die grote... Daar hebben we natuurlijk net naar gekeken, in dat filmpje. Die kraan die is door onze... die is uit 1963 gebouwd door machinefabriek Escher. En dat is een neef van de bekende graficus Escher, de kunstenaar. Dat is ook leuk natuurlijk, en hij ziet er ook heel mooi uit, die kraan. Dus we willen hem graag houden. En die is omarmd door onze vrijwilligers. Dat is weer een aparte... ploeg, de mensen van de lange arm. En die zitten daar wekelijks met bikhamertjes en lasttangen en zo. En dat ding allemaal te restaureren. En daar zijn we heel ver mee op weg. We hebben een kunstenaar aangetrokken die daar met ledlampen iets in gaat doen. Dat die heel subtiel verlicht wordt. Dus als je daar s'avonds langs rijdt, dat je dan niet... Het wordt geen kermis. Maar dan denk ik, dat is gaaf. Nou ik kom nog wel een keer terug, hoor. Want ik heb nog veel meer. Echt waar. Je komt gewoon nog maar een keer terug. Want het programma is gewoon te kort om je alles te laten vertellen. Ja. In ieder geval, we hebben de aanleiding alvast gehad. Mm-hmm. We hebben het mooie gedicht gezien net op de film. En de lange arm. Chris Bennekom, hè? Ja, met Chris Bennekom en met de lange arm. En ik
vraag je gewoon nog een keertje terug goed hier zo aan tafel. Zo dichter bij alle activiteiten, zodat ja, je daar weer moet promoten kan maken. Dank je wel.